En nu is het tijd voor onze studiogast. Dat is vandaag Raisa Ghazi. Mevrouw Ghazi, welkom in de studio. Dankjewel. We hebben het over een evenement dat jullie gaan organiseren. Maar voordat we daarover praten, kan je eerst jezelf introduceren aan de luisteraars en kijkers. Wie is Raisa Ghazi en wat doet ze precies? Ja, zeker. Nou, ik ben Raisa Ghazi. Ik ben een onderneemster uit Nederland. Ik heb een achtergrond in business en politiek. En ik heb een bedrijf dat heet Skill Genie. En bij Skill Genie kan je leren om discriminatie op de werkvloer te voorkomen. En naast mijn bedrijf heb ik een non-profit en dat heet de High Tech Tea. En dat is voor vrouwen in de technologie. Oké, en dadelijk gaan we verder met High Tech Tea. Want daarnaast ben je ook lid van een vereniging, dat ding van ons. Klopt. Waar ook Nederlanders met een Surinaamse achtergrond in zitten. Wat doen jullie daar ook? Nou, bij dat ding van ons proberen we professionals in Nederland met een Caribische achtergrond te helpen om in bepaalde industrieën waar ze soms onderbelicht zijn in Nederland, wat bijvoorbeeld de politiek is, maar ook de technologie, ook kunst en cultuur, om hen daar meer podium te geven. En ook een licht te schijnen op de professionals die daar al actief zijn. Oké. En dat is dus de verschillende dingen die je doet, maar we gaan het vandaag hebben over high-tech tea. Want jullie organiseren een evenement. En wat is High Tech Tea precies? Nou, de High Tech Tea is een organisatie voor vrouwen in de technologie. Het is namelijk wereldwijd zo dat in de meeste landen dat vrouwen heel erg ondervertegenwoordigd zijn in de technologie. Nou, in Nederland is dat ook zo. Slechts 10% van de werkzame personen is een vrouw. En dat is een grote disbalans, een imbalans. En je zou kunnen zeggen dat dat ook niet gezond is voor de industrie, maar ook niet voor vrouwen, voor gendergelijkheid. En wat er dus gebeurt in Nederland is dat de overheid heeft besloten dat zij dat een groot probleem vinden. En zij hebben daar dus extra veel aandacht aan besteed afgelopen paar jaar. En mijn organisatie die besteedt daar ook aandacht aan. Nou, wat ik probeer te doen is ik probeer vrouwen in de technologie aan te moedigen om in de technologie te blijven werken. Of zich om te laten scholen om naar de technologie te gaan. Want wat je merkt is dat een groot percentage vrouwen die wel een technische opleiding hebben, toch uit de industrie stromen. En dat komt vaak omdat het niet een hele vrouwvriendelijke industrie is. En heel vaak horen we dat eigenlijk vrouwen nu de voortouw nemen. Als je kijkt naar de opleidingen, ook in Suriname, een groot percentage daarvan is juist vrouw. Krijg je geen kritiek of wat zeggen de mannen daarop wanneer er nu ook bewegingen komen om op dat gebied vrouwen naar voren te krijgen? Dat is een hele goede vraag. Want inderdaad, ik krijg heel vaak ook met mijn eigen bedrijf van groepen die eigenlijk heel veel privileges hebben, die vinden het dan niet eerlijk dat er minderheden gepromoot worden. Ja. Nou, in de technologie zijn dat vrouwen, maar ook mensen van kleur. En dan zeggen ze, waarom kan je niet gewoon iedereen een kans geven om het goed te doen? Want eigenlijk discrimineer jij nu. En dan zeg ik, ja, kijk, het is niet discrimineren, maar er is een hele grote imbalans al ontstaan. En dat moeten we rechttrekken. En het is nou eenmaal gezonder voor een bedrijf, maar ook voor een industrie, als daar veel diversiteit aanwezig is. Ja. Dus dat betekent allerlei soorten mensen, allerlei soorten genders, allerlei soorten etniciteiten, allerlei soorten opleidingen, hoog, laag. Iedereen moet daar zijn, want daardoor maakt een bedrijf meer winst. Ja. Daardoor innoveert een bedrijf ook meer. En daarom is dat ook een grote focus van de overheid, want die wil natuurlijk een gezond landschap hebben in elke industrie. Ja, en nu in het verlengde daarvan organiseren jullie dus nu een event en dat is Women in Tech. Wat is dat precies? Wat willen jullie daarmee bereiken? Of eigenlijk, het is al duidelijk wat jullie willen bereiken, maar hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat evenement eruit? Zijn er sprekers? Wat gaat er gebeuren tijdens het evenement? Nou, het event vindt plaats op 14 mei en het is gewoon een high-tech tea event, maar deze keer hebben we een speciale focus op entrepreneurs. Dus vrouwelijke entrepreneurs in de technologie. En wat er dus gebeurt in überhaupt in het ondernemerschap wereldwijd, zie je dat vrouwen vaak een beetje minder vaak de stap durven te nemen om ondernemer te worden. En dat heeft te maken met een aantal factoren. Om een ondernemer te worden, moet je bijvoorbeeld heel veel risico durven te nemen. Maar moet je ook heel veel tijd beschikbaar hebben om dat in je bedrijf te stoppen. Nou, vrouwen hebben dat vaak minder. Die dragen vaak de lasten van een familie zwaarder dan de man. Maar daarnaast zijn zij van nature risico-averse. Waardoor zij minder snel de stap nemen naar ondernemerschap.
Nou, dus heb ik ervoor gekozen om dit event in het teken te laten staan van vrouwelijke ondernemers, om andere vrouwen te motiveren en inspireren om misschien ook die stap te nemen. Dus wat we gaan doen is, we gaan een aantal ondernemers aan het woord laten, onderneemsters moet ik zeggen. En daarnaast, nou, eigenlijk om te horen van hun, hè, van hoe is dat gegaan, welke uitdagingen heb je ervaren en wat is je advies voor andere vrouwen. En daarnaast hebben we een panel van VC's, venture capitalists, die ook gaan uitleggen van, nou, stel je voor, je hebt een supergoed idee, de nieuwe Google, de nieuwe Uber of Facebook, en je wilt dat tot uitvoering brengen, dan heb je daar geld voor nodig. Maar hoe kan je nou een fund of een venture capitalist overtuigen dat jouw idee goed genoeg is om daar geld voor te ontvangen? Want wat blijkt, slechts 2% van al het venture capitalism, van al het geld wat venture capitalists eigenlijk uitgeven, gaat maar naar vrouwen. En dat is een heel klein percentage. Ja. Dus zij kunnen wat extra steun en support daar wel in gebruiken. Oké, en dat evenement wordt dus georganiseerd. Is het dan alleen voor vrouwen? Is het ook voor mannen die willen zien hoe zij de vrouw kunnen helpen? Of is het alleen voor vrouwen die ondernemerschap in willen, die projecten hebben? Voor wie is dat allemaal? Ja, ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Want het liefst zouden we natuurlijk ook willen hebben dat veel mannen hier naar kijken. Nou, waarom? Omdat de technologie bestaat voornamelijk uit mannen. En het is niet alleen aan vrouwen om deze industrie te veranderen. Het is ook aan de man die vaak in de leidinggevende rol zit, om de omgeving zodanig te veranderen dat het inclusief en verwelkomend is naar de vrouw. En een man kan dat beter begrijpen als hij ook vaker hoort, wat zijn dan de uitdagingen waar vrouwen mee te maken hebben. Dus het zou hartstikke goed zijn als de mannen ook zouden kijken. Ja. Oké, okay. En wanneer, je zei net 14 mei wordt het georganiseerd, is dat een eendaagse evenement of meerdere dagen? Is het fysiek, is het via Zoom? Wat is de bedoeling daarvan? Nou, het vindt plaats op vrijdag 14 mei en het begint om 4:00 'smiddags Nederlandse tijd. Dat is dan, denk ik, 11:00 'ochtends Surinaamse tijd. Ja. En het duurt slechts 2 uurtjes, dus het is goed te doen. Mm-hmm. Het is online en het is ook gratis, want de bedoeling is dat iedereen gewoon toegang heeft tot deze informatie. Ja. Dus iedereen is welkom om daarbij te zijn. Oké, okay. En waar kunnen ze zich aanmelden? Is er een bijdrage die ze moeten betalen? Is het gratis? Hoe is dat precies? Nou, ze kunnen zich aanmelden via de website www.hightechtea.com. En daar kun je een linkje, kan je op klikken om je aan te melden online. Oké, okay. Ja. En het is gratis? Het is gratis, ja. Oké, okay. Geweldig. Over de sprekers. We begrijpen dat ze ook uit verschillende landen komen. Het zijn Zeker. Vrouwen die dingen hebben bereikt in verschillende landen. Van waar verwachten jullie allemaal sprekers te krijgen? Nou, we hebben één hele bijzondere spreker die niet een vrouw is. En deze meneer trapt eigenlijk het event af. En dat is Constantijn van Oranje. En die gaat allereerst een interview geven over hoe hij ziet dat diversiteit in de technologie moet gaan plaatsvinden. En wat voor werk hij doet om dat te bewerkstelligen. En de rest van de sprekers die zijn vrouwen, die komen uit verschillende landen. Ja, klopt. De andere sprekers zijn allemaal vrouwen. En dat zijn vrouwen deze keer uit Pakistan, uit hopelijk ook één uit Suriname. En voor de rest komen de dames uit Nederland. Oké. Okay. En de mensen die, want nu, je bent nu in Suriname, om het te promoten ook, hoe trek je de vrouwen hier aan? Want is er in Suriname, bijvoorbeeld praat je met het bedrijfsleven, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, met ASFA, hoe ben je hier te werk gegaan? Ben je hiervoor in Suriname en hoe ga je hier te werk? Nou, ik ben niet precies om deze reden in Suriname, maar ik vind het wel heel fijn om hier te zijn. Omdat ook tijdens mijn vorige event heb ik een Surinaamse spreker gehad van DataSur, een hele pittige dame. Die heel goed heeft verteld ook wat haar visie is over vrouwen in tech. En zo probeer ik een aantal bedrijven in Nederland, waaronder ook Telesur, DataSur, altijd te betrekken bij mijn events. En het wordt ook gelukkig heel goed bezocht door deze bedrijven, de dames van deze bedrijven. Oké, okay. En hoe zit het vervolgtraject eruit? Want jullie houden nu een evenement, de dames kunnen komen, of laat ik niet zeggen alleen de dames, maar de mensen kunnen komen luisteren. Ja. Daarnet zei je ook dat ze ideeën kunnen deponeren over als ze iets tot ontwikkeling willen brengen, als ze iets willen starten.
Worden ze daar verder in begeleid na dit evenement? Of zullen er meerdere evenementen zijn? Wat is het vervolgtraject? Nou, het idee is dat we eigenlijk vaker een event hebben. We hebben het laatste event in januari gehad. En dat ik steeds andere onderwerpen probeer te belichten. Om vrouwen de tools te geven om zichzelf verder te ontwikkelen. Nou, deze keer gaat het dan specifiek over ondernemerschap. Maar vorige keer ging het dan bijvoorbeeld ook over vrouwen in de boardroom. Welke vaardigheden zij daarvoor konden ontwikkelen om dat beter te kunnen doen. Ook ging het over recruiten. Wat moet ik doen dan in een sollicitatiegesprek? Ja. Dus steeds weer komen er onderwerpen aan bod waarvan onderzoek uitwijst dat vrouwen daar soms een steuntje in de rug voor kunnen gebruiken. Oké, nee, dat is geweldig. Dan hebben we dat gehoord. Ik denk dat we daarmee alles hebben gecoverd. Voordat we afsluiten, is er nog iets dat je wilt toevoegen eraan? Nee, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. En dit was het zeker, ja. Heel graag gedaan. Dat was dus mijn studiogast voor vandaag. Dat was Raisa Ghazi. Die is van Hightech Tea. En zoals je hoort, vooral de dames, ze is er om jullie te poweren, om te ondersteunen en om vrouwen te stoten richting de technische richting eigenlijk. Absoluut. Dat was het voor onze gast vandaag. Morgen hebben wij weer een nieuwe uitzending van Magazine 4. Blijf u afgestemd en veel kijkplezier verder hier op kanaal 4. Goedemiddag.